Lala Summer. Bye love. En ik ben hier vandaag met Amanda Rijf. Hey. Hey. En die kennen we natuurlijk van The Flawless Face. Ja. Dat is eigenlijk jouw handelsmerk, jouw ding. Ja. We gaan vandaag de Flawless look maken. Flawless summer look moet ik zeggen. Flawless staat voor onberispelijk, voor vlekkeloos, stralend, maar letterlijk alsof het van binnen uitkomt. Let's go. Yay. We gaan beginnen met de primer. De Aura Glow Primer en die is hydraterend, dus wel lekker. Je ziet echt dat er een hele kleine shimmer op zit, maar heel subtiel. Oh ja. Zie je dat? Ja. De primer zit erop, dus we gaan nu werken met een foundation. En het heet Love Time, hoe gezellig. En wat doe je tegen als de make-up, tenminste, dat heb ik heel vaak. Ga je zo lekker op het terras zitten en dan smelt het van je gezicht. Dat wil ik niet. Wat doe ik daar? Daar kan je verschillende dingen tegen doen. Je kan bijvoorbeeld blottingpapiertjes hebben. Ook een fixeerspray. En wat je ook kan doen is gewoon goed afpoederen met een poeder en zorgen dat het gewoon lekker blijft zitten. Lekker blijft zitten. We gaan de Love Highlighting Palette aanbrengen. Ik vind het wel leuk, naam het heet Glorious. Het is een highlighting en bronzing palette, dus dat is wel leuk. Hou je dan ook rekening met huidskleur? Dat je bijvoorbeeld metallic misschien beter past bij een hele blanke huid? En bij een donkerdere huid weer een andere kleur? Of is dat, maakt dat geen verschil? Nou, het maakt zeker wel verschil uit. En je hebt natuurlijk verschillende soorten metallic. Deze heeft een wat frosty kleur, dat kan je ook zien. Dus bij mij wordt dat gewoon te veel. Bijna een soort van assig. Oké. Okay. Misschien hangt het vanaf waar je naartoe gaat. Het thema feestje, superleuk. We gaan eigenlijk meteen weer verder naar de Luminous Bronzer. Die is ietsjes donkerder. En die ga ik, als je wangen nou iets inzaagt. Ik wil eigenlijk dat de glans wat meer op één accent komt. Dan word je echt zo'n discobal. We gaan verder met de Dewy Gel Glow. Wat ik heel lekker vind aan het product is dat het voor ogen, gezicht en ook nog voor je lippen is. En het kan over je hele ooglid? Dit kan op je hele ooglid inderdaad, omdat het transparant is. Het heeft geen kleur. Wat we gaan doen is hem ook meteen een beetje door je wenkbrauwen aanbrengen. Echt een beetje voor dat gezonde glansje in je wenkbrauw. Dat vind ik een interessante tip. Aangezien het een multifunctioneel product is hem ook als lipgloss aanbrengen op je lippen. We gaan verder met de Love Browtitude. Ik heb net een klein beetje van die glow erin aangebracht, maar ik vind het wel mooi om wat meer te fine-tunen. Wenkbrauwen noem ik namelijk het karakter in het gezicht. De wenkies. De wenkies. Wat ik zelf heel belangrijk vind is de aanzet. Dit noem ik de aanzet van het begin. We gaan de finishing touch aanbrengen aan net. Het is de Fan Effect Mascara. Het heet Guilt Eyes van Love. Wat ik heel lekker vind aan dit borsteltje is dat het rubberen haartjes heeft. Dat wil zeggen dat je heel goed de wimperhaartjes kunt separeren. Heel mooi. Heel mooi. Het is wel echt leuk. Ja. Nou, dit is hem geworden. De Flawless Nude Look voor de zomer. Ik ben heel blij met het resultaat. Niet te veel. Ik hoop dat jij er ook blij mee bent. Ja, ik vind het heel mooi. Ik ga lekker paraderen op de boulevard. Ja, super. Ja. Vond je dit nou ook leuk? Kijk dan graag de volgende week weer naar Beauty Case. Doei. Doeg.